uit Royaal, uit Quinta de Bea, uit Portugal. Had ik het een paar weken geleden niet nog over een heel mondain leven in Royaal? Maar jongens, de wonderen die worden me toebedeeld in grote getalen. Het is niet te geloven, maar na jaren heb ik een hele dikke vette klus te pakken. Want ik vlieg vandaag naar Sofia, Bulgarije, om daar een commercial op te nemen. En daar heb ik een leuk rolletje in. Dus vandaag staat helemaal in het teken van een grote reis. En ik ga natuurlijk een paar video's opnemen, want ik ben een week weg ongeveer. Alles wordt betaald dankzij het Vrij Castingbureau in Amsterdam. En halleluja voor de self-tapes. Je neemt er 200 eentje op. Je neemt er 200 op. En een keer word je uitgekozen. Ik ga vliegen in mijn eerste 4 uur met een bus. Zo is dat dan weer. Nou, etappe 1 getackled. Faro, Lisbon, Lisboa is gelukt. Het was een tamelijk saaie reis, moet ik eerlijk zeggen, met een hele chique vrouw naast me. Dit station is Station Orient. Het is kwet bewolkt. Ook gek. Ik moet nu een stukje met de metro naar het vliegveld. En dan ga ik naar Sofia. En dan vanavond word ik opgehaald door een chauffeur. Op het vliegveld met zo'n man met een bordje met mijn naam erop. En die brengt me dan naar het hotel. En wat voor hotel? Gewoon het hotel midden in de stad met 5! 1, 2, 3, 4, 5 sterren. En dan nemen we nu op rechtstreeks vanuit kamer 302 van het Sofia Grand Hotel. Nou, wat zijn naam best eer aan doet qua grand. Nou, want kijk, ik heb niet alleen een heel grand bed, maar ik heb ook een hele grand couch. En er is ook een hele grand televisie. En er zijn ook hele grand gordijnen. Maar er is dan weer geen grand balkon waar ik even een sigaretje op kan roken. Maar goed, even nog een kleine detour door het of tour. Kijk, dan zie je daar in de spiegel gebeuren. Zie je al de hele smaakvolle ingerichte badkamer. Oh, wat voor spiegels. En met een hele dikke dik bad. Ook een lekker dik bad. En nog meer spiegels waarin je allerlei dingen kan zien. Wat fijn. Een badjurk. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Jawel hoor. We hebben een minibar. Flesje wijn staat wel helemaal lekker warm op temperatuur te staan. Oh, lekkere nootjes. Moet ik dat dan allemaal zelf betalen later? Ja, niet dat we hier... Ik zocht alweer naar een bijbel en naar een informatiepapiertje. Want ik ben alleen maar hele goedkope hotelletjes gewend. Met blije folders die afgerafeld al jarenlang in een bedkastje liggen te stinken. Maar hier in het Grand Hotel hebben ze dat allemaal op de televisie. Introduction. Grand Hotel Sofia is one of the most prestigious hotels in Sofia. Business guests benefit from its close proximity to main administrative, financial and commercial areas. The hotel is a stylish residence in a prime location with a welcoming and a dedicated staff that will ensure you your stay will exceed your expectations. Grand Hotel Sofia has accommodated a remarkable variety of international celebrities. Oh god, oh, laat ik weer wat vallen. Hier kan ik waarschijnlijk, moet ik dat dan zelf doen? De gordijnen open en dicht doen? Tegenvallen. Weet ik niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ben het allemaal niet gewend. Kan eraan wennen. Denk ik. Ja. Nou, de allereerste euforie is wel achter de kiezer. Want dan bedenk ik me ineens, het is nu 16. Ik blijf nog 17, 18, 19 en 20. Ik blijf nog hier wel even.
heb genoten van het bad en ik kan al bijna niet meer uit mijn woorden komen. Want ik heb al de minibar, even het kleine flesje rode wijn, lichter gemaakt. En omdat ik de hele dag gereisd heb van Faro, 4 uur met de bus naar Lisboa. Toen met de metro 10 minuten naar het airport. Dat ging best vlot. Toen ging ik wachten. Heel veel wachten. Dan hadden ze het over Schiphol, hè? Dat daar zo'n zootje was. Nou, dat is dus in Lisboa Airport heel gebruikelijk. Dat je daar allemaal in enorme ingewikkelde meteorieke-achtige stelsels vast loopt te staan. Dus met z'n allen, met lichtelijke paniek in de ogen en vluchten bijna missen. Want er wordt heel kalm en met een prachtige mooie stem omgeroepen dat de last call voor de boarding van de reis naar Sofia nu echt wel aan de hand is. En dan zit je nog gewoon zeg maar met 300 man voor je. Nou ja, ik heb het gewoon kalm allemaal aangegaan. En ik dacht, het komt gewoon goed. Wat ook zo is. Er was een hele paniekerige één beveiligheidsdame. Want ik denk dat het allemaal personeelstekort is. Ook in Lisbon. Lissabon. Even wat Bulgaars bronwater er doorheen, Jensen, hoor. Nou, ik ben dus net lekker in bad geweest. Klein minpuntje, Grand Hotel. Ik heb alle badmatjes moeten gebruiken, omdat het water gewoon onder het bad wegcijpelt. Ah, jongens. Ja, ik doe het heel eventjes met mijn stem op de achtergrond. Ik ben net het bed uitgerold van de belachelijke, heerlijke hotelkamer hier in Sofia, Bulgaria. En ik loop net 3 minuten hier. Dit is het hotel waar ik zit. Oh. Ja, tussen de bomen door zie je het. Grand Hotel Sofia. Ik kan bijna wel huilen van zoveel geluk. En gewoon op een steenworp afstand is het een van de beroemdste gebouwen, namelijk het, zoals je kan lezen, het HPOA, Theapubumbadriot. Ja, in het Bulgaars is dat natuurlijk gewoon vloeiend Nationaal Theater Sofia Bulgaria of zoiets. Ja, ik ga koffie scoren en Sofia ontdekken. Ik ben helemaal niet religieus opgevoed. Maar sinds een paar jaar geloof ik in wonderen. En nou ja, eigenlijk mijn hele leven al wel. Want die zijn er gewoon. En ik heb net een paar kaarsjes gebrand. En volgens mij is dit een Russische kerk. En weet je, Jezus maakte dat helemaal niks uit of je nou Russisch of Oekraïens was. Of wat voor land dan ook. Hij predikte liefde als hij al bestond. Jawel, daar ga ik wel vanuit. Maar liefde, dat weten we allemaal. Dat is wat ons verbindt. En we zijn eigenlijk allemaal samen. En ja, nou, daarom ben ik vandaag de dag begonnen met een paar kaarsjes. Ja, wat denken we? Gaat deze jongen nog van zijn voetstuk afvallen of niet? Ik ga zo meteen even lezen wie of wat deze dappere strijder allemaal gedaan heeft. Maar even een rondje taart. Op de achtergrond de allerbelangrijkste of beroemdste kathedraal van Sofia. Die is niet eens zo heel erg oud. Maar Jezus, wat een taart. Met dat goud. Nou ja, zoals je ziet zitten we hier een beetje in de snopbuurt van Sofia. Het is echt ook maar weer op een steenworp afstand van het hotel. Ik ben gewoon een beetje aan het wandelen. En je ziet gelijk allemaal van die lichtelijk verveelde mensen. Ik heb deze pet trouwens gekocht. Hoed, pet. En ja, zonder dat ik daar al te veel over mag zeggen.
was dat een toevallig gebeuren. Ik mag niks zeggen over waarom ik hier ben en wat ik hier ga doen. Maar ik mag wel vertellen, want het is gewoon doorvertellen, dat ik dus vanmorgen bij een hoedenwinkel was. En ik voor de gein dit rieten petje ging opzetten. En toen zei die man tegen mij, goh, je lijkt wel een Franse politieagent. Nou, en ik mag alleen maar vertellen dat dat een hele toevallige opmerking was. Ja, goedemorgen. Nou, eventjes monden. Even leuk om een enorme hotelkamer lopen, omdat het kan. Goedemorgen. Vandaag is het echt een... De dag dat ik aan het werk moet. Dat ik al deze luxe gewoon ook eventjes een beetje moet gaan verdienen. Want wat moet ik doen? Ik moet om 11 uur klaarstaan om opgehaald te worden. Want dan moet ik mijn kleding passen, het pak wat speciaal voor mij is gemaakt. Daarna moet ik naar de kapper natuurlijk om mijn haar te checken. En mijn make-up wordt bekeken wat ik dan doe. En daarna worden mijn nagels gedaan. Dus je hoort het, het wordt gewoon keihard werken vandaag. Het is, ja, het is over met de luxe. Ik moet er gewoon nu aan de bak. Nee, echt, nou ja, echt. Het is echt wel een beetje een rare wereld, hè. Op het moment dat je dus uiteindelijk eens een keertje mag doen waar je voor bent opgeleid, namelijk acteren. En je komt dan in zo'n segmentje terecht. Van high fidelity, nee, ja, dan is ook niks te gek. En dan ga je het lekkerste, het liefste doen wat je wil doen. Wel even zorgen dat mijn gratis badslippers op de beeld zijn, want die match je zo heerlijk bij het queen size bed. Nou, het is dus zo. Ik was er zo benieuwd. Nou ja, ik kon het natuurlijk wel raden. Maar toen ik hier maandagnacht op de dinsdag aankwam, hing er een badmat in de lift. Welcome Tuesday. En verrek, ze doen dat dus elke dag. Vandaag is het welkom. Goedemorgen, by the way. Ik zit buiten mijn ontbijtje te nemen. En op de eerste hoek waarvan ik denk, nou, dit is wel aardig. Dat tref ik daar. Maar dat kan ik niet doen. Verkeersregelaars, ofwel de Sofiaanse politie die dat aan het regelen is. Ja, en wederom kan ik niks zeggen erover, maar ik verzeker je dat het heel toevallig is. Komt op een gegeven moment allemaal uit. Ik denk over een paar maanden pas. Leuk, hè? Het is spannend. Nou, de reden waarom die politiemensen de boel aan het reguleren zijn, is omdat er een demonstratie is. Ik ben voor strike. In een demonstratie van public transport peoples. Zij zitten in de straat van het ministerie van Economische Zaken. En maken heel veel lawaai en het is toch ook heel gestructureerd. Dan moet ik ook eventjes vertellen dat ik maandag met de bus ben gegaan, omdat er in Portugal een treinstaking was. Nou, alles neem ik yes. Problems? Nou, demonstration. Yes, the minister of Bulgaria. You mind if I... Okay, hello. Thank you. This is minister of the top of the country. Yes. Pay for Bulgaria, lose the Bulgaria, do you understand? Yes. This is not good, like this. I must to go to work, because I go to work. Because I must to be work. Yeah. I'm a nurse. Dentist. I'm dentist help for... Assistant, yes. This is for this. Okay. This is the situation, but people know. Yes, everybody know. Yeah. We are little, but we are strong. Yes, exactly. We don't give chance. Very good. Bye. Ciao, ciao. Annika. Nou, ik ben hier inmiddels in de studio's van de Sofia. Wachten op mijn kleding doorpast en zo. Hier wordt alles gepast, geveild, bijgeschaafd.
En alleen maar leuke mensen. Iedereen is aardig, want dat moet. Omdat je ster bent. Inmiddels zit ik in mijn make-up en zie ik er ontzettend goed uit, al zeg ik het zelf. En we zijn hier bij de Luboiano Studios, filmstudio's. En dit zijn historische plekken, want dat zijn de parkeerplekken van respectievelijk Les Weldon en Yariv Lerner. En ook van Avi Lerner, want Avi is de dochter van Yariv. En die heeft dus toen ook een hele goede presentatiejob gekregen. Nee, dat weet ik allemaal niet. Het begint knetter te regenen. Dat kan mijn make-up niet hebben. Boe! Je zou het niet zeggen, maar morgen is het honderdduizenden graden. Maar vandaag is het echt niet te geloven. Het was een uiterst vermoeiende dag. Toen werd ik naar de hills van Bulgarije van Sofia gebracht. Waar dus de televisiestudio is, wist ik veel. Ik denk, we gaan hier opnemen gewoon ergens in Sofia zelf. Maar niets is minder waar. We gaan gewoon naar een studio en daar hebben ze dan een hele set omgebouwd. Dat het lijkt op, Parijs. Geen, meer mag ik niet zeggen. Oh! Ik mag eigenlijk helemaal niks zeggen. Ach, laat ik dan zeggen dat ik nu een welverdiende jongens, dit is geen Brahmisje. En het is weer tijd om even te vloggen. Vloggen de hoog. Ik ben helemaal gestoken in Hongaars design. Nou ja, design niet hoor. Dat heb ik bij elkaar geflanst. Gekocht. Want je moet toch wat met al dat productiegeld. All-stars gekocht. Dikke vette All-stars. Wow. Komt hier even voorbij, hé. Een van de megalomaan Russisch beeld. Three pieces, the garden. Three species, nee. Ach, dit is wel interessant. Ja, vol met graffiti. Fork. Wild mulberry. European Austrian pine. Ja, heel veel bomen zijn hier. Nou, en de dagen van de opnames morgen en overmorgen en dan die morgen en dan die morgen vlieg ik weer terug. De wonderen zijn de wereld niet uit. Ik sta hier naast Ivo. Bad of Plodiv. Bad of Plodiv.
En zoals je ziet heb ik een super gaaf t-shirt aan. Want ik ga hem geluk brengen. Want Barev Plorev speelt vanavond tegen Sofia. Die het de laatste tijd nogal beroerd heeft gedaan. Maar ja, dat wordt een heel ontzettende spannende wedstrijd. Ik ben er gewoon tegengekomen in het park. En hier staan we. En we gaan gewoon ons de longen uit het lijf schreeuwen. Barev Plorev, Victoria. Het was 0-0, maar Barev Plorev heeft toch wel gewoon één punt gescoord op de CSKA Sofia. Zoiets. En het was enerverend. Ik kan niet anders zeggen. Mijn allereerste voetbalmatch. Met deze gasten. Oh, leuk die duim. Laatste videootje uit Sofia. Over precies vijf minuten word ik opgehaald. En dan is mijn droomverblijfje weg. Of klaar. Ik word even afgeleid door allerlei mensen die aankomen. Gisteren was de laatste opnamedag en het was te gek. Ik kreeg een verrassing. En dat was me al beloofd bij mijn kopje koffie. Want bij elk kopje koffie in de ochtend kreeg je een heel klein rolletje met een heel klein plastic. Dat was wel wat minder, een klein plastic dingetje. Maar dan stond daar een boodschap op. En gisterochtend, surprise. Nou, het was ook een surprise. Ik mag er niks over zeggen. Dat heb ik de hele tijd al gezegd. Hoe vaak mag je zeggen dat je er niks over mag zeggen? Maar dat het een verrassing was, zeker. Nou, ik geloof dat mijn taxi klaar staat. Die daar. Ik ga naar het airport. Dankjewel, Sofia.